Welkom bij Sousa Design. Ik ben Bo en in deze video ga ik laten zien hoe je met enkel een gebruikt blik en wat touw een blik kan maken voor het bliklopen. Leuk om als cadeau te geven met de feestdagen, met een verjaardag of zomaar. Ik ga beginnen. Ik zal eerst even zeggen wat je nodig hebt. Een blik uiteraard, wat touw, een schroevendraaier met kruiskop en een brede hamer. Je begint door het blik op de zijkant te leggen en aan de bovenkant van het blik, dus aan het dichte gedeelte, een gaatje te maken. Ik heb een schroevendraaier met kruiskop gepakt, zodat ik hier een beetje een gaatje mee in kan draaien in het blik, zodat je een beetje houvast hebt. En vervolgens sla ik er dan met het hamer een gaatje in. Dat hij er doorheen zakt. Ik zie dat hij een beetje uitgedeukt is wellicht. Ik leg hem dan gewoon even op de andere kant en ga eventjes met de achterkant van de schroevendraaier het weer plat slaan. Zo. Aan de andere kant doe ik hetzelfde. Kijk uit voor je vingers trouwens. Als ik aan beide kanten een gaatje heb gemaakt, ga ik het touw er doorheen doen. Ik heb de touw al afgemeten. Het hangt een beetje af aan degene voor wie je het maakt. Maar hou er ook rekening mee dat je er ook nog een knoopje in gaat leggen. Dus doe hem iets langer dan nodig. En daarnaast is het ook beter te lang dan te kort, want een te lang touw kan je altijd nog inkorten. Maar het is lastig om aan een kort touw nog een stukje toe te voegen. Ik haal de touw helemaal van het linkergaatje naar het rechtergaatje erdoorheen. En draai het blik vervolgens om. Als diegene vervolgens gaat bliklopen, kan hij er dus ook niet uitglippen uit het touwtje. En het enige wat je dan nog hoeft te doen, is aan de uiteinde een knoopje te leggen. En wat ik daarna nog ga doen, is wat duct tape eromheen, om het knoopje te verbergen. En op die manier heb je ook gelijk een soort van handvat. Zo, even een dubbele knoop voor de zekerheid. En dan heb je een klomp voor het, of een blik voor het bliklopen. Zo, ik heb het tweede blik ook gemaakt. En zoals je kunt zien heb ik met oranje verhuistape ook de handvatten nog gemaakt. Je kunt er nog voor kiezen om de blikken te gaan versieren. Bijvoorbeeld door bloemetjes erop te zetten of olifantenpoten. Dan is het helemaal compleet, het cadeautje. Ik ga dat wel nog even doen en ik laat jullie straks het resultaat zien. Kun jij je alvast abonneren op het YouTube-kanaal. Alvast bedankt voor het kijken en tot volgende keer. Doeg!